Zo, het is weer deze tijd van het jaar dat we de brandstof voor de winter moeten gaan inkopen. En gelukkig was er nu weer een bedrijf dat een kooiaap heeft waardoor de pallet in zijn geheel op de pont kon. De pont is nu bijna een duikboot, maar ik ben blij dat hij er in één keer op staat. Om nou even de palletzakken maar één keer in mijn hand te hebben. Dus we gaan weer stapelen. Voor vandaag weer gehad. De stapel is gemaakt en dit is het voorraad voor deze winter. Met nog meer huizen die nu pelletkachels gebruiken, weet ik niet zeker of we het met deze voorraad helemaal gaan halen. Maar dat ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe streng de winter wordt. En we gaan het wel zien. Ik ben in ieder geval blij met deze stapel. Wat ik zei, de pont weer leeg. Ik weet niet of het helemaal... Het is een flink duurdere pallet, want dit jaar door de stijging van alle energieprijzen en brandstofkosten is deze pallet maar liefst 3 keer zoveel duurder. Wij zijn Michel en Daisy. Wij leven op Happy Island, vlakbij Amsterdam. Wij delen ons plekje met zoveel mogelijk mensen die er net als wij gelukkig van worden. Het is onze missie om pauzemomenten te faciliteren. En dat doen we met unieke logeerplekjes op en rondom het eiland. Maar ook door trainingen en coaching. Iedere zondagochtend delen we onze belevenissen, zodat het voor iedereen mogelijk is om even pauze te nemen. Wij kunnen het waarderen als je ons volgt en je abonneert op ons YouTube-kanaal. Perfecte dag uitgekozen om plaatjes op te halen. En ook goed. Isolatie. Deze mooie dag. Gelukkig overdekt de kar geen overkracht. Want Lisa had alweer gedacht natuurlijk aan de regen. Ik niet. Dus goed dat de houten plankjes droog blijven. Nee, ik afrekenen. Moet ik afrekenen? Moet ik afrekenen? Ja. Ondertussen gaat het klussen lekker door. De bouwmarkt kennen we inmiddels van binnen en van buiten. En we krijgen steeds meer verstand van soorten materialen, gereedschappen en aanhangwagens. Zes. Gaat het, schat? Ja, hoor. Mooie afwerking heb je daar. Ja. Hier, mooi gemaakt, maar ik zag ook buiten iets anders. Ja, foutje. Jij weet al precies wat ik bedoel. Jazeker. Wat bedoel ik dan? Heb je het gezien? Ja, ik heb het zeker gezien. Klein foutje, kijk maar even. Wat bedoel ik dan? Je hebt een tuinstoel gezaagd. Je hebt gewoon de hele tuinzaad kapot gezaagd. De tuinzaad, ik heb een tuinstoel gezaagd, een klein stukje. 3 centimeter, 5 centimeter. Nou, ik zal het even aan iedereen laten zien thuis. Een klein stukje. Wat een mooi tuinmeubilair. Want dit is namelijk je werkbank, toch? Ik zei vanochtend nog eens, wel slim om dat hier allemaal op te doen. Super slim. Maar kijk, hij gaat gewoon door de tuinzaad heen. En heb je nu ook al een andere methode gevonden om te zagen? Nee, ik moet gewoon beter opletten. Ja, ja. Bob de bouwer. Je mooie crocs. Wordt er allemaal... Is het afzeiktijd? Is het wel tijd voor complimenten? Dat het allemaal zo goed gaat. Ja, ja. Ja. Oeh. Lucas, ja. Bijna klaar. Tuin wordt. Dus hier kom je dan via deze deuren hier naar buiten.
die grote vlonder. Met dus die tuinzet die Michel heeft kapot gezaagd. Komt hier een hele grote tafel voor 10 personen. Hier komt hopelijk een hot tub, hangmat. Hier komt een kampvuur, open vuur. Vuur waar je altijd fikkie kan stoken. Dit is de berkenboom, die wil ik laten staan. Met een schommel erin. Een leuke schommel. En dit is een chillbed, de cabana. Een cabana die ook veel in Ibiza ziet. En vanaf dat bed kun je hier helemaal het water afkijken, de ringvaart af. Hier liggen allemaal lichtbedjes. En hier kun je je bootje parkeren. Leuk, hè? Nou, en dit zijn de gebreken van het huis. Dus werk aan de winkel. En zoals je weet ben ik een beginner voor wat betreft klussen. En zeker voor zo'n groot project als dit. Ja, en dan worden de foutjes gemaakt en dan is het werken of het klussen niet zo efficiënt als het eigenlijk zou moeten zijn. Ik zal een voorbeeld geven. Kijk, ik ben hier begonnen met het nieuwe plafond. Nou, dat zit er redelijk oké in. Daar ben ik nog wel tevreden over. Ik ben ook begonnen met het aftimmeren van de keukenwanden. En ja, toen kwam ik er iets te laat achter dat bijvoorbeeld op deze plek ook nog spotjes moeten. En nou heb ik hier wel mooi een stroomaansluiting, die hier hangen. Maar ja, die moet achter dit schot komen, dus daar moet een gat in komen. Maar ja, hoe ga ik dan dat draadje achter dat schot langs halen door dat gaatje, zodat het spotje kan worden aangesloten? Want ja, ik kan die plaat niet zomaar meer weghalen, want deze koof voor de ventilatie is er ook nog weer op aangesloten. Nou, dan blijf je maar puzzelen en pielen en dat maakt het klussen natuurlijk heel inefficiënt. Dus hier ga ik mee verder met de keuken. En gisteren is trouwens ook het dakraam binnengekomen, die zie je hier staan. Dat is ook nog wel een uitdagende klus, want dat dakraam dat komt dus hier te hangen. Wordt hier bevestigd in het dak. En wat ik daar spannend aan vind, is dat dat dakraam zo'n 119 kilo is. En ik weet niet of die hele constructie dat op een goede manier gaat houden. Dus dat wordt ook nog een uitdagende klus. Dat is eigenlijk nog los van het feit, hoe krijg je 120 kilo op dat dak? Dat zal ook niet zomaar gaan. Dus voldoende uitdaging. En daarom gaan we nu maar weer snel verder. Het was weer een heerlijke week. We hopen dat je een grote glimlach op je gezicht hebt. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.